staan we op de sieradenbeurs. Hebben we heel veel bruiklenen aan. Zwolle is sinds vanmiddag een museumrijker. TV-presentator Filemon Wesselink heeft in een wachtruimte op het station zijn eigen museumpje geopend. Het museum van Filemon. Het thema: wereldwijd beeld op vruchtbaarheid. En dat onderwerp koos hij heel bewust. Omdat het mij wel interesseert, omdat ik er natuurlijk ook veel over nagedacht heb en veel mee bezig ben geweest tijdens programma's zoals Spuiten en Slikken die ik in het verleden gemaakt heb. En ook omdat wij maken natuurlijk altijd jongerenprogramma's. Je hoort altijd mensen fitten op jongeren. Dat ze alleen met seks bezig zijn. Dat al die clips ordinair zijn op MTV of andere kanalen, YouTube. Maar ik wil juist laten zien dat het eigenlijk van alle tijden is en uit alle culturen. En je ziet hier bijvoorbeeld een Indiaanse godin. Die wordt gebruikt voor spiritualiteit en voor goddelijkheid. En dan ga je met de camera naar boven en dan zie je daar Nicki Minaj. En dan denk je, ja, wat is het verschil? Ja, die godin heeft dan vier armen toevallig. Maar qua lichaam, qua hoe die vrouw zichzelf presenteert, is eigenlijk niks veranderd. En deze, ook deze vrouw, die komt volgens mij uit Brazilië. Ja, dat is ook nog steeds brede heupen, grote borsten. Dat is gewoon echt van alle tijden. Dus ja, volwassenen die op Nicki Minaj gaan fitten, die gaan soms wel heel makkelijk naar een museum. Dan is het, oh ja, interessant. Ja, vruchtbaarheidsbeeldje. En haar vinden ze dan in één keer ordinair en niet kunnen. Ik vind het vet dat het gewoon naast elkaar nu staat en achter elkaar.